Sterrenbeeld Schorpioen. Schorpioen, van harte welkom op het kanaal van Miraije Online. Mijn naam is Miraije van Rijn. We gaan kijken met de kaarten wat er voor de maand juni 2020... voor jouw sterrenbeeld Schorpioen te wachten staat... op het gebied van liefde, relatie, geluk, soulmates, tweelingzielen, karmische verbindingen. Eigenlijk alles wat verwant is aan de liefde. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jij ook... Voordat je gaat kijken, wil ik je er nog wel even op wijzen dat het niet met uh, alle schorpioenen 100% kan resoneren. Ik adviseer je om vooral eruit te halen waar jij wat mee kan. Uh, waar je niks mee kan. Skippen die handel, gewoon vergeten, loslaten. Kunnen natuurlijk ook bepaalde dingen weerstand bij je oproepen. Um, dat kan gebeuren. En dan is mijn advies van, joh, laat dat even landen. En ga eens even naar binnen. Wat roept er dan weerstand op? Waarom? Wat is die emotie? Laat het dan even uh, vrij en kijk dan bijvoorbeeld volgende week of die week erop. eens even opnieuw naar deze video. Het is natuurlijk altijd je eigen verantwoordelijkheid wat je met, uh, met deze reading uh, gaat doen. Um, en hoe je hem interpreteert. En ga gewoon verstandig en uh, nuchter met alles om. En uh, we gaan lekker starten. En uh, Miraije Online is nu uh, een jaar op YouTube in uh, juni 2020. En wie jarig is trakteert. En waar ga ik jullie op trakteren? Nou, um, sowieso. Voor de liefdesreadingen heb ik leuke cadeautjes. Voor de algemene readingen heb ik iets heel leuks. En ik zou zeggen zou sowieso alle readingen in de gaten houden, want we gaan van alles en nog wat uh, cadeau geven met winacties. Voor de liefdesreadingen maak jij kans op een Proefabonnement van het Spiegelbeeld Magazine. Ik mag van redactie Spiegelbeeld vijf proefabonnementen weggeven aan een van jullie, aan vijf personen dus. En een proefabonnement is een gratis abonnement van drie maanden. Uh, dus dan krijg je drie maanden lang gratis Spiegelbeeld Magazine in de bus. Spiegelbeeld Magazine is een. Uh, Maandblad, uh, wat gaat over gezondheid, spiritualiteit, bewustzijn, duurzaamheid, wetenschap, alles wat daar mee te maken heeft. Je kunt Spiegelbeeld ook uh, losbestellen bij www.spiegelbeeld.nl. En uh, <coughs> kun je altijd even een kijkje nemen. Onder deze video staan alle linkjes uh, ook van Spiegelbeeld. waar je dat kan bestellen. Um, wil jij een persoonlijk consult bij mij in de praktijk of een telefonisch consult? Uh, check even de site van puurmedium.nl. Medium.nl. Maar alle linkjes staan hieronder. Wat moet je doen om kans te maken op een van deze vijf proefabonnementen? Zorg dat je onderaan deze video op die abonneerknop hebt geklikt als je dat nog niet hebt gedaan. Dus word abonnee van het uh, kanaal van Mireille online op YouTube. En zorg dat je in een van de liefdesredingen voor juni 2020 een reactie hebt achtergelaten. Dat kan zijn: ik wil meedoen met de actie. Of gewoon hoe je de reading hebt ervaren. Of het resoneert. Of wat je herkent. Of uh, whatever. Um, doordat jij een reactie uh, geeft, kan ik uh, jou laten weten. Uh, of, jij wel of, hè, of jij gewonnen hebt. En als je gewonnen hebt, hè, hoe je dan eventueel je prijs kunt innen. Uh, Spiegelbeeld magazine heb ik regelmatig ook voorgeschreven. Ik, uh, ik werk daar ook al jaren mee samen. En uh, zoals met veel bedrijven waar er uh, gewoon een goede relatie mee is, zijn er natuurlijk altijd leuke win-win situaties. En uh, ja, ik laat je eens even zien wat ik onder andere uitgespookt heb voor dit magazine. Ik heb ook wel eens over nieuwe tijdskinderen bijvoorbeeld een heel artikel gewijd. Uh, een jaar lang heb ik alle sterrenbeelden. Verzorgd. Hier zie je een, een klein fotootje van mij. En uh, met heel veel plezier gedaan. En nu doen we het op deze manier ook super leuk. Nou, genoeg allemaal bijzaakverhalen uh, en uh, tijd voor de reading. Je ziet hier de uh, kristal op de romantische kaart liggen. Dit is een Arkansas kristal. Dat is net als met de Lemurische kristal. Die zoek je niet uit op schoonheid, die zoek je uit op gevoel vanuit je ziel. En uh, het zijn hele krachtige stenen. Dit is ook weer een, een tweelingzielkristal. En deze kristal helpt jou in de verbinding met je soulmate. Of juist los ervan uh, te komen van een karmische verbinding. Zeker een detoxverbinding. Uh, maar dan is het ook geen tweelingziel als het detox is. Dan is het wel karmisch. Dus daar zit allerlei uh, verschil in. Of het zorgt ervoor dat jij je twin gaat ontmoeten. of samenkomt met jouw twin. Dus dat is wel leuk om over deze steen te vertellen. Komt uit het Arkansas gebergte. Je kunt het eens even googelen. Arkansas kristal. En uh, we gaan de kaarten schudden. Oké, okay, wat mag ik doorkrijgen voor het sterrenbeeld: Scorpio. op het gebied van karmische verbindingen, relaties, liefde, soulmates, geluk: alles wat. In het teken staat voor de schorpioen op het gebied van liefde voor de maand juni 2020. Kom maar door, oké. Okay. Duidelijkheid, dat is wat ik met een zucht doorkrijg. Geef uiting aan je liefde. Blijf optimistisch over je liefdesleven. En vertrouwen. Vooruit en maak een romantisch gebaar. Positief denken. En vertrouwen zullen je romantische liefde brengen. Deze situatie doet een beroep op je vertrouwen. Dus we hebben twee keer vertrouwen, we hebben twee keer romantiek. Uh, dus dat is wel heel erg leuk. Wat ik voel is verdieping, is uh, alsof er een bepaalde uh, situatie bekrachtigd gaat worden. Schorpioen, volgens mij heb jij zelf ook een beetje in een dipje gezeten betreft liefde, relatie, passie. Uh, dat is wat het is. Dat is ook helemaal prima. Um, kom eens uit je passiviteit. Dus hier, hier wordt het ook al aangegeven. Maak zelf ook eens romantische gebaar. Waardering. En dat kan door middel van een lief appje zijn. Door een bloem, door een doosje chocola. Of door gewoon iets liefs te doen. De simpelste dingen kun je iemand alweer uh, openen voor jouw liefde. Belangrijk is vertrouwen, zelfvertrouwen is uh, een heel hoog goed. We gaan kijken, want uh, ik krijg van alles wel door... maar ik wil het even met de, met de tarot ook uitdiepen. Wat ik vanuit de tarot ook door mag krijgen. Over wie gaat dit dan? En dit kan echt voor single schorpioenen zijn... gebonden schorpioenen, uh, beginnende relaties. Uh, haal daar vooral je eigen dingen uit... En uh, of je nou op mannen of op vrouwen valt, dat maakt ook allemaal niks uit. Uh, alles wat resoneert, dat klopt sowieso voor jou. Zo mag je dat uh, interpreteren. Wat mag ik doorkrijgen over de liefde van de schorpioen? Wie is het en wat heeft die persoon? Wat is er met deze persoon? Dat neemt deze persoon met zich mee? Wie is die liefde van die schorpioen? Wat mogen wij weten over de liefde van de schorpioen? Oké, okay. ja. Het lag al in de Engelenkaarten. <coughs> ik leg deze even zo neer, want ik wil ze zo verder uit gaan diepen. Het zijn trouwens allemaal hele uitgebreide liefdesleggingen deze keer. Um, dat zeg ik even op voorhand bij. Zwaarde 3. Deze persoon heeft nog een heleboel te verwerken. Verdriet, rouw, uh, letterlijk gebroken beloftes waar deze persoon mee te maken heeft. Um, daarnaast kan het ook met een hele sterke persoonlijkheid te maken hebben. Hanging man, deze persoon, gehangene. Um, mm. Ja, ik heb wel het gevoel dat deze persoon in een dip gezeten heeft. Ondanks dat het misschien ook wel een sterk karakter heeft. Hanging man, uh, transformatie, het gevoel te hebben, slachtoffer te zijn van. Um, moest even op zijn kop hangen om dingen weer vanuit een ander perspectief te leren bekijken. Um, uh, geduld is wel iets wat dit vergt. En zwaarder. Aas, dus uh, kracht bij tegenslag. En we hebben twee keer zwaarden, dus we hebben hier te maken met een luchtteken. Tweelingen, weegschalen, of watermannen, uh, of letterlijk deze sterrenbeelden, of de ascendanten, en in ieder geval heel veel karaktereigenschappen van deze sterrenbeelden. Daar hebben we sowieso mee te maken. Deze persoon is een beetje teleurgesteld. Voel ik. En de vraag is of die teleurgesteld is in jou of in een situatie waar deze persoon van bij moet komen. Oké, okay, we gaan kijken wat de Lennonman daarover te zeggen heeft. Kom maar. Wat, wat mogen wij voor verduidelijking hebben op deze persoon, deze meneer of op deze mevrouw voor de schorpioen? Wat is hier verder nog aan de hand ter verduidelijking? De okay. Wolka, dus het is echt wel verdriet. Het heeft niet met een, met alleen maar met een sterk karakter te maken. Er is verdriet, er is onenigheid. Uh, het zou zelfs kunnen, en dat hoeft echt niet voor alle schorpioenen te zijn, hè, want dat wil ik wel even duiden. De lelie, koning van schoppen, lucht, uh, weer lucht, is ook een kaart vanuit de vaderlijke lijn uit het hiernamaals omdat daar wolken liggen en de zwaarde drie, kan het zijn dat deze persoon ook met een stukje uh, rouw te maken heeft. Anderzijds, de uh, persoon is beschermd. Staat voor sensualiteit, staat voor spiritualiteit, bescherming. Pak je die passie, dus die persoon wil wel een nieuwe kans eigenlijk. Oké. Okay. Gesprekken die gevoerd gaan worden. Volgens kunnen ook nog wel wijzen op wat ruzie en conflict hoor, maar dan hebben jullie ook weer wat goed te maken of in te halen. Ja, dames zwaarden, veel zwaarden zeg, veel in jullie hoofd beide. En dan hebben we de tuinen ook weer, schoppen, 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 ruiten, zwaarden. Eén keer zwaarden, twee keer zwaarden, drie keer zwaarden, vier keer zwaarden, vijf keer zwaarden. Oké, okay, maar maakt helemaal niet uit. Er uh, liggen ook kansen. Uh, sowieso, gesprekken, ontmoetingen, gesprekken. Ja, hier ligt toch wel heel veel sensualiteit ook. Uh, en een de mogelijkheid. Deze persoon kijkt ook naar jou als de sensuele man of vrouw. Als de seksuele, sensuele, passievolle partner. Oké. Okay. O, je vaar. kracht bij tegenslag, vernieuwing, uh, koningin van harten, dus uh, passie gaat opleven, liefde gaat opleven. Heel mooi. Deze persoon gaat je waarschijnlijk ergens voor uitnodigen, ook weer een koningin, maar dan schoppen. We blijven aan het schoppen en dan hebben we hier de groei. Heel erg goed. Oké, okay, nou, deze persoon heeft met rouw of verlies te maken en een stuk verwerking, pijn in zijn hart, zijn of haar hart, hartzeer. Uh, deze persoon zit in een transformatie gaat dingen ook wel weer vanuit een ander perspectief bekijken gesprekken die gevoerd gaan worden passie, sensualiteit, seksualiteit is er gewoon de aantrekkingskracht is er ook gewoon ontmoetingen die hier liggen deze persoon wil je ook weer uh, uh, in die connectie komen naar het totje komen kracht bij tegenslag kracht na een bepaalde uh, zware situatie het is echt een nieuw begin Nieuwe energie. En uh, deze persoon wil echt helemaal er weer voor gaan. Uh, heeft nog iets af te ronden. Nieuw begin. Twee keer een dame. Koning koning. Uh, en de bomen, dat geeft groei aan en balans aan. Dus dit, er is gewoon nog een stuk balans in uh, uh, bij deze persoon. Uh, die moet nog een stukje in balans gaan komen. Is daarmee bezig. Uh, gaat zich herpakken, gaat zich herstellen. En ik voel dan heel veel vuur. Alsof er een ridder op zijn paard naar je toe komt uh, rennen. Oké, okay, nou, wat speelt er tussen jullie? Want dit is er met deze persoon aan de hand. Wat is er met deze persoon aan de hand? Oké. Okay. Nog één keer. Dat wil ik echt even zo voelen. Ja, we hebben het. Oh, jullie gaan het overwinnen. Zegening. Uh, top, top, top. Balans. Uh, Zonder van Ra staat dit voor. Dus uh, maar balans tussen uh, de tegenpolen. Dat is ook heel mooi. Kreefde energie is dit trouwens. Uh, teugels in eigen handen houden. Zou zelfs staan voor een verhuizing, maar sowieso doelen bereiken. Jullie gaan samen nieuwe doelen bereiken. En iets overwinnen. Nou, ik had het hier over de zon. God. Hier hebben we letterlijk de zon. Oh, mijn kaarsjes gaan allemaal uit. En dan hebben we hier paarsje van Munten. Ook heel mooi. Nou, wat een. Even mijn kaarsjes vervangen. Want dat vind ik altijd een beetje ongezellig. Zo. Nou, we die andere wel vervangen. Maar dan moet moeten wel een kaarsje aan. Kaarsjes zijn ook energie, hè, trouwens? Als je kaartjes heel erg gaan vonkelen en flikkeren, dan is er ook iets aan de hand. Dus het grappige is dat je aan kaarsen ook heel veel af kan lezen. Als er bijvoorbeeld geen wind is en een kaars gaat heel hard woekeren, dan is er wel een bepaalde energie uh, om jou heen die jou iets te vertellen heeft. Oké, okay. dan ga ik niet de hele dag naar mijn kaarsje kijken. Dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Nou, ze zijn weer aan en uh, de zon, de zegening, nieuw begin. Mannelijke energie, hier komt mannelijk-vrouwelijk in balans. Mannelijke energie, mannelijk charisma. Ik ga ze je even laten zien. Overwinning, zegenwagen met de zon. Nou, die overwinning, die zegenwagen is echt een, een kreeftenergie. Kreeften staan voor gezin, harmonie, gezelligheid. Uh, heel erg belangrijk. Overwinning. Um, alles komt eigenlijk in balans, kracht en liefde. Dus jullie gaan samen uh, de liefde ook overwinnen. En dan pak ik de zon. En de zon is altijd zegening, uh, nieuwe inzichten. Uh, de verbinding met het goddelijke en het aardse is uh, heel erg duidelijk. Staat ook voor het kind. Dus uh, geboorte, wedergeboorte. Uh, heel veel bezieling. Vertrouwen komt enorm terug. Overgave. Harmonie, vreugde, daar staat dit allemaal voor. Dus hier is het een beetje uh, down en depri, door omstandigheden bij jouw partner of degene die je leuk vindt. Uh, en hier gaat het samenkomen. Dit is wat dus jullie speelt: paasje, munten, dubbel aarde. Paasje is altijd aarde, munten is aarde en. Uh, ja, dit heeft met uh, iemand donker haar donkere ogen te maken. En het, hoeft niet een man, het gaat niet om of het een man of een vrouw is. Uh, het gaat om jou, uh, om jullie samen. En dit heeft ermee te maken. Uh, hele goede vooruitzichten, uh, studeren, uh, dingen samen leren. Uh, positieve berichten over geld. Uh, Jullie gaan samen weer tot elkaar komen in die communicatie voor een nieuwe stap. Doelen worden bereikt. Dat is ook wat ik voel. Het lijkt alsof er een tekort aan geld is geweest in ieder geval. Een tekort aan bezit. En bezit is ook een, uh, uh, wat jullie samen hield of samen brengt. Dus dat heeft ook met emoties te maken. We gaan ze even. Eventjes... Want er is ook groei. Dus alles gaat weer opbloeien en opgroeien, geeft die paarsje aan. We gaan eens even kijken. Plichtsbesef naar elkaar. Verantwoordelijkheid nemen. Zo, die vallen eruit. Zijn er drie? Ik leg ze bij de zon, want daar vielen ze boven. Schijnbaar moet dat hier komen. Oké, okay, positieve berichten. Uh, kindje ligt erbij. Dus voor sommige schorpioenen zal er ook iets anders aan de hand zijn. Sleutel, bevrijding, positieve berichten, um, oplossingen en bevrijding. Oké, okay, nieuw begin wat in eenwording is. Krijg ik daarbij door? Mooi. Muizen knagen nog wat dingen. Een stukje gemis is geweest. Kruis, dus dat is het einde van dat gemis wat er geweest is. En wat voor gemis heeft er dan plaatsgevonden? Ben je single? Dan, dan, dan heb je misschien even een poosje moeten wachten voordat het samenkwam. Heb je die relatie? Dan heb je even in een emotioneel gemis gezeten. Uh, afstand, hier, vijandelijkheid zelfs. Daar, daar heb je gewoon mee te maken of mee te maken gehad. Een blokkade, wat heel erg aan je gevreten heeft. Uh, heel erg aan je geknaagd heeft. Maar dat wordt allemaal overwonnen. Hier zie je eigenlijk die positiviteit komen. Het schip. Beweging in de situatie. Uh, groei. Want dit staat ook voor geld, wat naar je toe kan komen. paasje munten. Dan krijg je groei. Dus niet letterlijk geld, maar wel die groei. Beweging 10 is ook weer uh, het eerst samengevoegde getal. Dus dan krijg je weer uh, de 1, en een nieuw begin naar een nieuw niveau. En dan heb ik hier de boodschapper. Ook weer in één. En de harten, Dus alles gaat in harmonie en gaat weer opnieuw groeien. En de toren, berichten vanuit een officiële instantie, zou dat kunnen zijn. Uh, maar ook groei. Dus wat gebeurt er? Hier zit je in een, in een soort rouw verlies. Uh, zwaarmoedig weer. Tenminste, uh, de, deze persoon. Hier, dit is wat over jullie gaat. Dus dit is wat er tussen jullie speelt. Nou, er is nogal wat uh, te overwinnen hier. Uh, gaat ook gebeuren, want dat geeft die zwaarden hier al aan. Uh, en dan ook de zon met die positieve berichten. Nieuw begin, jong keer uh, van zwaarden. Zo mag je die ook zien. Dus er is ook echt wel ruzie geweest. Want dan als je twee paasjes hebt, dan heb je ook te maken met ruzies tussen personen. Paasje en paasje. Is namelijk ook een jonkie. Dus er is wel degelijk uh, vijandelijkheid geweest. Toch wordt dat opgelost en gaat er een nieuw begin komen. Dus daar, dat is heel mooi. Oké. Okay. Waar gaat het naartoe? Dit is wat er speelt. Ridder van Munten. Aarde. Lovers, schorpioen en de hierofant. Dat is heel erg mooi. De hierofant is ook een stierenenergie. Dit is een aardeenergie en de lovers. Uh, waarom een stierenenergie? Je ziet ook die munt. Hierofant, dat is de hoge priester. Hoge priester kan zelfs een aankondiging zijn van een huwelijk, maar ook een nieuw begin, een verbinding. Uh, staat echt wel voor waarheid en uh, inzicht. Dus dat sowieso. En dan heb ik de koning van... Of de koning, het is KN, dat is natuurlijk de ridder. En uh, muntenridder... Uh, zaken worden afgerond, zodat er een nieuw begin kan komen. Belangrijk is dat eerst het oude afgerond wordt... voordat die nieuwe start zich verder kan ontplooien. En uh, laat niks aan het toeval over. Ik voel heel veel uh, vastberadenheid, vertrouwen... Kracht. Dus dat is mooi. En dan pakken we de, pak ik de lovers. Kijk eens aan. En de geliefde. Verliefdheid. Inzicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Wat weer in evenwicht gaat komen. Balans dus. En uh, het gaat hier echt over een verbindenis tussen twee tegenpolen. Harmonie wat weer uh, naar voren mag komen. Intens verlangen. En positieve. Keuzes. En dan ligt daar die hierofant, die hoge priester. We gaan hem nog even verder uitdiepen. Om te kijken wat de Lenneman daar nog verder aan toe te voegen heeft. Ik ben heel benieuwd. En laat mij ook even weten hè, hoe je dit allemaal... Uh, ja, wat je herkent, wat er resoneert. Dat vind ik altijd wel heel erg leuk om even te lezen. En anderen waarschijnlijk ook. De ring. Mooi. De vissen. De kist. De maan, de hond, de klaveren, de ster, de ijsbeer en de vos. Oké. Okay. Dit is mooi. Dit staat voor romantiek nieuwe vriendschap 2: geluk. Dus geluk op jullie nieuwe relatie, vriendschap plus uh, de hond. Dus ook vriendschap 1 plus 1 is 2. Dus 1 plus 1 is samen. Geluk op het samen. Geld. Maar het heeft ook met bezit en de relatie zelf te maken. Gaat groeien. Komt nog een transformatie aan, maar ook een verbinding. Uh, verbinding met jezelf, verbinding met de ander. Ja, als er een huwelijk aankomt, sta ik er helemaal niet raar van te kijken. Er gaat in ieder geval een hele serieuze verbinding ontstaan voor heel veel schorpioenen. Droomen, wensen die uitkomen. Um, kracht, maar ook een fysieke situatie. Dus jullie hebben nog wel even met een vorstje te maken. Iemand met twee gezichten. Dus uh, met jouw Lucie, daar heb je nog wel even mee te maken. Dus dat geef ik ook nog even mee. Uh, wat kan ik hier verder over vertellen? Ja, die uh, ridder van munten met die ring. Serieus, betrouwbaar, vertrouwen. Vissen betekent dat dingen weer gaan stromen. Komt nog wel even een einde aan iets ouds. Dat zie je hier ook liggen. Maar ook die transformatie. Nou, de laffers met de maan. Dus dat is romantiek. Ten op. op de vriendschap, op de relatie. Klaveren, 1 plus 1 is 2, wat ik net al aangaf. Geluk in de vriendschap en de relatie. Hierofant, dat is echt wel heel serieus. Uh, inspirerend ook naar elkaar. Enigs, dromen, wensen die uitkomen, succes. Enigs is uh, de beer met de vols. Hou dat even in de gaten, dat je daarmee te maken zou kunnen gaan krijgen. Nou, schorpioenen, we gaan nog eens even een soap kaart erbij. Ik ga even voelen hoor. Uh, deze, ik moet het even op mijn gevoel doen. Uh, deze, denk ik. ja. oké. Okay. Wauw. grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. abundance. I am a limitless being. En I can manifest whatever I desire in this physical reality. Die komen wel binnen. Ik laat ze even in beeld zien, schorpioen. En ik laat ze wat langer in beeld zien. Zodat jij eventueel als suggestie de gelegenheid hebt om er een screenshot van te kunnen maken. Zodat je deze als affirmatie mee kan nemen voor de komende maand. Niets moet. Of je spoelt hem straks even terug. En dan kun je het alsnog doen... Kijk maar even of je daar behoefte aan hebt. En um, we gaan nog eens even kijken naar de hartenkaarten. Wat daarin naar voren mag komen als afronding van deze veel, hoeveelheid aan energie. Oké, okay. een verhoord gebed. Je gebed zal verhoord worden. Kracht van wensen en gedachten. Seksuele eenwording. Heb eerbied voor dat plekje in elkaar waar jullie één zijn, schorpioen. Alsjeblieft. Nou, schorpioen, genoeg om over na te denken. En uh, ik hoop dat ik jou hier uh, heel veel inzichten, vooruitzichten, inspiratie door heb kunnen en mogen geven. Laat mij het even weten in de reactie. Vond je het leuk? Graag even je duim omhoog, helemaal top. Uh, vergeet je niet om te abonneren. Heb je iets van. Nou, ik zou wel voor mij persoonlijk veel meer willen weten, dat kan natuurlijk. Dan kan ik ook veel meer voor je zien, hè? persoonlijk afgestemd. Dan kun je natuurlijk altijd terecht voor een persoonlijk consult bij mij in de praktijk. Of voor een ingesproken reading. Een kwartaalreading, een liefdesreading. Alle mogelijkheden staan op uh, mediummieren.nl. Je kunt ook terecht voor een direct telefonisch consult op het uh, platform. Uh, van je online en dat heet www.puremedium.nl. Er zit een heel groot, mooi team op rechte, pure uh, mediums, kaartleggers, paragnosten, astrologen voor jou klaar, die daadwerkelijk gescreend zijn en zorgvuldig uh, waar je gewoon direct telefonisch ook terecht kunt. Ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken. Uh, vergeet je niet om te abonneren ook als je kans wil maken, natuurlijk op het magazine-abonnement. Uh, en ik wens jou een hele mooie juni toe, vol passie, eenwording, liefde, liefde voor jezelf en heel veel vreugde. Schorpioen, bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende. Doei, doei.